Dag, fijn dat u kijkt naar deze video van Art and Leisure. Mijn naam is Birgit de Mommers en vandaag neem ik u heel graag mee naar de Alte Pinacotheek in München om samen met u te kijken en te genieten van een van de meest intrigerende zelfportretten uit de Duitse Renaissance. En dat is het zelfportret van Albrecht Dura uit 1500. Dit prachtige zelfportret heeft me eigenlijk altijd geïntrigeerd. Ik weet nog dat ik voor de eerste keer in de Alte Pinakothek was en dat ik mezelf amper kon losrukken van die blik van eh, Durer. En ja, je realiseert je, je moet nog meer zien, en dat is de reden dat je je kunt losrukken. Maar hoeveel moeite ik daarmee had, dat blijkt wel uit het feit dat ik vlak voordat ik mijn jas ging halen om weer weg te gaan, toch nog even terugging om naar dit werk te kijken. Wat mij zo fascineerde, was die blik, dat frontale, die greep me echt. En je weet dat je naar Albrecht Durer zit te kijken, maar ondertussen heb je toch ook het idee dat je naar Christus zit te kijken. Hoe zit dat eigenlijk? Heeft hij zichzelf hier als Christus afgebeeld? Daar ga ik het zo dadelijk met u over hebben. Maar eerst ga ik dit werk in zijn traditie van zelfportretten plaatsen. En daarmee beginnen we dan op dertienjarige leeftijd. Albrecht Dürer werd geboren in Nürnberg en hij was de zoon van een goudsmit. De eerste opleiding die hij krijgt is dan ook van zijn vader waar hij tekeningetjes gaat maken. Wat hij nodig heeft is een vaste hand en die heeft hij. Dat blijkt wel uit deze fantastische tekening. Daarnaast blijkt uit de zachte gelaatstrekken dat hij niet alleen een vaste hand heeft, maar ook een waanzinnig observatievermogen. En voor dit eerste zelfportret maakt hij al gebruik van een spiegel. Dat schrijft hij in de inscriptie die hij later toevoegt. Dit heb ik getekend met behulp van een spiegel. Het is mijn eigen gelaat in het jaar 1484, toen ik nog een kind was. Een paar jaar later um, wordt hij door zijn vader naar het atelier van Michael Wolkemoed uh, gestuurd. En die man was schilder en prentmaker. En ook dat had een blijvende invloed op het werk van Albrecht Dürer. Ongeveer negen jaar na dit eerste zelfportret maakt hij zijn eerste geschilderde zelfportret. En dat doet hij in 1493. Hij maakt dat terwijl hij in Straatsburg verblijft. En hij beeldt zichzelf je af met zijn blonde haar en, en in met in zijn hand een distel. Ook hier zien we weer een inscriptie afgebeeld boven zijn hoofd naast het jaartal. En daar staat te lezen: Mij zag die gat als het open staat. Daarmee. Wordt uh, waarschijnlijk bedoeld uh, mijn zaken die gaan zoals dat van boven bepaald is. Dus God bepaalt hoe zijn zaken op aarde gaan. God bepaalt wat hij doet met zijn leven. En door deze inscriptie en door de toevoeging van de distel met de dornen, een referentie aan de doornenkroon, maakt Hij zichzelf tot volgeling van God en Christus. Er zijn echter ook kunsthistorici die er een andere lezing op nahouden. En die zowel de inscriptie als de distel op een andere manier interpreteren. Zij zien deze inscriptie als zijnde: Mijn zaken die gaan zoals van boven bepaald is. En boven is in dat geval dan door zijn vader. Zijn vader had namelijk bedongen dat Albrecht moest trouwen met Agnes Vrij. En de distel in zijn hand, die refereert daar ook aan. Die werd mennertrooi genoemd. Dus de trouw, de huwelijkse trouw. Het is ook inderdaad zo dat op het moment dat hij terugkomt uit Straatsburg, dat hij gaat trouwen. En vlak na dat huwelijksfeest gaat hij weer weg. Hij vertrekt dan voor zijn eerste reis naar Italië. En... We mogen wel zeggen dat hij waarschijnlijk een cultuurshock heeft beleefd. toen hij daar naartoe ging. Hij ging naar Italië, hij trok over de Alpen, hij ging naar Venetië. En we zien ook dat de invloeden van de kunstenaars die hij, die hij daar tegenkomt en hun werken. hun weerslag hebben op zijn latere werk. We zien die invloeden terugkomen. Maar er gebeurt ook nog wat anders. En dat is in feite ook te zien in dit tweede geschilderde zelfportret. In Italië wordt hij zich bewust van het feit dat hij in zijn eigen land, in Duitsland, gewoon gezien wordt als een ambachtsman. Maar dat er in Italië zoiets bestaat als kunstenaarschap. De kunstenaars zijn daar scheppers en um, maken deel uit van de vrije kunsten. En dat is iets dat u hier in feite in dit zelfportret terugziet. Het grote verschil met het eerste geschilderde zelfportret is het feit dat hij er heel, heel zelfbewust uitziet. Met mooie kleding heeft hij zichzelf afgebeeld als een heer. Hij is het niveau van ambachtsman ontstegen. Hij is hier een kunstenaar. Ook zien we dat hij. Af is gestapt van de effe donkere achtergrond. Hij het, dit heeft plaatsgemaakt hier voor een redelijk goed definieerbare ruimte en een doorkijkje naar een Italiaans aandoend landschap, of in ieder geval een berglandschap dat hij gezien zal hebben op zijn reis. En ook dat is natuurlijk een hele duidelijke referentie. Het laatste zelfportret dat hij schilderde is van slechts twee jaar later. En dat is het zelfportret dat hier vandaag centraal staat. En er zitten nogal wat veranderingen in hè, ten opzichte van die eerste twee. Een opvallende verandering is het feit dat hij is afgestapt van het driekwartsprofiel. Maar dat hij hier gekozen heeft voor een frontale blik. Een frontale blik die we vaak tegenkomen in Christusportretten, in iconen. Daarnaast zien we dat zijn haar. Toch wel een paar tintjes donkerder is geworden. En ook dat roept, um, uh, roept die associatie met Christus op. En natuurlijk hebben we die prachtige hand. Die lijkt, in een, zee, uh, die lijkt een zegenend gebaar te maken. En laten we dat eens dus vergelijken met een Vera-icon. In de middeleeuwen. Ontstaat er een duidelijk beeld van hoe Christus eruit moest hebben gezien? En dat werd dan weergegeven in het ware beeld van Christus, het Vera-icon. En hier zien we zo'n Vera-icon naar Jan van Eyck. We zien Christus met een uiterst frontale blik naar ons toekijkend. Hij heeft half lang haar tot op de schouders, donker, donker haar, met een scheiding in het midden. En hij draagt een snor en een baard. En dat zijn allemaal elementen die we dus ook bij Durer terugzien. Dat we hier dus Durer zien um, met, kenmerken, met uiterlijke kenmerken van Christus, dat mogen duidelijk zijn. Maar op welke manier moeten we dit duiden? Is het niet blasfemisch dat hij zichzelf als Christus hier afbeeldt? In feite moeten we daarvoor terug naar dat eerste geschilderde zelfportret. Mij zag die gat als het open staat. Mijn zaken die gaan zoals het boven bepaald is. God creëerde de mens naar zijn eigen gelijkenis. En Dürer ziet zijn talent als zijnde gegeven door God. En dat is wat hier centraal staat de gelijkenis van de mens met god en zijn kunstenaarschap. En ik wil daarvoor ook een aantal elementen nog even eruit lichten. U ziet dat aan de rechterkant naast zijn ge gezicht een inscriptie te lezen is. Hier ziet u hem uitvergroot. Ik Albrecht Dürer van Nürnberg schilderde mijzelf in eeuwige passende kleuren op de leeftijd van 28 jaar. Die passende of eeuwige kleuren, daar is nog wel wat discussie over hoe we dat precies moeten duiden. Als het eeuwige kleuren zijn, dan is het natuurlijk um, dan is het een, een portret voor de eeuwigheid. Maar het gebruik van kleur sowieso is ook weer een indicatie van zijn kunstenaarschap. Zijn God gegeven artistieke talent. Maar. Je kunt dat talent wel hebben, maar dan moet je ook inderdaad uh, die kunstenaars instrumenten goed kunnen beheersen. Het oog bijvoorbeeld. Dura heeft het regelmatig over zijn gezicht. En daarmee bedoelt hij niet zijn gelaat, maar daarmee bedoelt hij zijn oog, zijn observatievermogen. Zo essentieel voor kunstenaarschap. En hoe goed hij kan observeren. Dat ziet u in dit specifieke oog, waar zelfs een reflectie in zit van een venstertje. U zou bijna kunnen zeggen: de venster van de, Het venster van de ziel. Ook is voor een kunstenaar natuurlijk de hand ontzettend belangrijk, een vaste hand, zoals we zagen in die eerste tekening. En in dit geval zien we die fantastische hand um, vastgrijpen in het bondje. Er is onderzoek gedaan en het blijkt marterbond te zijn. En de fijne haartjes daarvan die piepen tussen zijn vingers door. Werkelijk fenomenaal. Marterbond wordt gebruikt, of marterhaar, wordt gebruikt voor penselen die kunstenaars gebruiken. Dus ook in die zin zien we weer een referentie aan zijn kunstenaarschap. En als we dat allemaal bij elkaar optellen. Dan moeten we eigenlijk concluderen, ja, durer beeld hier zichzelf af met gelaatstrekken die ons doen denken aan Christus. Maar het is niet godslasterlijk. Het is vooral um, dat hij zichzelf ziet met een talent dat hij zonder God niet gehad zou hebben. Het is een godgegeven talent dat, we, dat hij hier tentoonspreidt, ook in dit fantastische portret. Ik denk dat u doorheeft dat als u in München bent, dat u zeker de Alte Pinacotheek niet mag overslaan. En misschien moet u zelfs wat extra tijd inruimen om van dit portret uitgebreid te kunnen genieten. Mocht u nou langer willen genieten van kunst, dat kan ik me voorstellen, dan wil ik u er graag op wijzen dat ik twee keer per maand een nieuw live webinar aanbied over uiteenlopende onderwerpen. Bent u nieuwsgierig? Neem dan eens een keertje een kijkje op de webinaragenda. Die vindt u terug op www.artandleisure.nl webinars. Maar voor nu zeg ik dank u wel voor het kijken. En heel graag tot een volgende keer en een volgend kunstwerk.